Maar vanochtend, toen krijg ik even wel een krop in mijn keel. Mijn moeder had dat ook. Dan komt het wel hard aan. Ook niet te accepteren, 68 jaar. Dan kan je gewoon kwaad om worden. Snap je? Dat is onverteerbaar. Ja. Je denkt nog iedere dag aan dat? Ja, elke dag. Ja? Ja, zeker. Ja. Ricardo Moniz eet, drinkt en leeft Johan Cruijff. En dat al zijn hele leven lang. In zijn eigen museum, dat vroeger een fysiotherapiepraktijk was, kan hij urenlang vertellen waarom we het Nederlands succes uit de jaren 70 nooit mogen vergeten. Vroeger speelde je 2 uur per dag op straat. Al pingelen. Tegen een muurtje, tweebenigheid. De grootheden kijken en je ging naar buiten. En dan nog trainen je 3 keer in de week 's avonds bij je club. Nu trainen een aantal profopleidingen 1 keer per dag. Omdat het te zwaar zou zijn. Dat is fout. Ik sprak laatst iemand bij Ajax, heb je zo'n mooie heuvel, hè? Mm-hmm. En dan vraag ik me af, wie is voor zichzelf tegen die heuvel bezig? Snap je? Zonder trainer. En ik denk dat die wilskracht en die focus, dat is talent. En als een opleiding kiest om dat DNA aan kinderen te selecteren, wie de onvoorwaardelijke wil heeft om een uitzondering te worden, dan ben je half weg. En dan moet je ze niet alles voorkouwen. Nog altijd wordt Moniz door sommige mensen gezien als een van de beste techniektrainers die Nederland ooit heeft gehad. Daar is achterstandbeen. Daar is hij. Dit zijn privébeelden van zo'n 20 jaar geleden, toen hij nog bij PSV werkte. In de jaren 90 was hij ook jeugdtrainer bij Feyenoord. Moniz werkte toen met een piepjonge Robin van Persie, die hem deze maand uitnodigde voor een gasttraining aan Feyenoord onder 15. Ik had in 1 minuut meteen een raar gevoel bij die performancecoach. Die een training wil bepalen. Terwijl ik de training bepaal. Met Robin en met Talment. En snap je? En hij moet dat ondersteunen. En dat is een verkeerde ontwikkeling. Nu krijg je een tendens dat wij steeds minder belastbare spelers daardoor ontwikkelen. Want ze krijgen geen tegengas. Iedere dag houdt Moniz zichzelf fit. Zoals hij dat ook deed tijdens zijn laatste klus in het profvoetbal bij Excelsior. Mocht er een club zich melden, is hij er in elk geval fysiek ook klaar voor. Maar Moniz zit al ruim een jaar thuis. Mede door corona liepen aanbiedingen uit Japan en India op niets uit. Het liefst had hij langer dan 3/4 jaar bij Excelsior gewerkt. De datum van zijn ontslag vorig jaar noemt hij moeiteloos op. 28 januari. Maar het feit dat je die datum nog precies weet, 28 januari 2020, ja. Dat geeft ook wel iets aan. Tuurlijk, dat is een grote klap natuurlijk. Ja. Ja. Je had het graag af willen maken. Maar is er iets wat je jezelf verwijt? Dat hou ik voor mezelf. En heeft de beeldvorming tegengezeten? Wat is beeldvorming? Dat woord hoorde ik op het moment dat ik mijn contract verlengde. Dit is interessant. Wat is beeldvorming? Hoe de buitenwereld en ook de, in dit geval misschien wel de directie, tegen de trainer Ricardo Moniz aankijkt. Hoe kijken ze dat tegenaan dan? Nou, kijk, Moniz heeft af en toe van die uitbarstingen dat je denkt dat hij uit het gesticht komt, weet je? Hey, what the fuck! Punt 1, praat je nou over een voetbalconditionele training, waarbij je mensen pusht om vooruit te verdedigen, om druk te zetten. Die jongens weten van jou, zeker Elias, die weet wat voor intentie je hebt. Dus onder spelers was die communicatie gewoon goed. En ik denk dat het belangrijkste is. Dat denk ik ook. Maar uiteindelijk bepalen de spelers niet of je doorgaat. Nee. Nogmaals, en ik zeg nou als liefhebber, hè, het blijft natuurlijk, en daar wil ik wel iets over, het blijft natuurlijk pijn doen als jij een bepaalde ontwikkeling, van zeker met spelers, want dat is ook daar sta je voor op, hè, dat je jongens wil ontwikkelen ook. Dat doet wel pijn dat afgebroken wordt. Alleen nogmaals, als trainer zeker tegenwoordig, je ziet het, hoe smal die draad is, hoe snel de afscheid wordt genomen. Ja, daar moet je dan ook gewoon een grote jongen in zijn, om dat te accepteren. Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jazeker. Maar dat hoef ik jou niet te laten blijken hoe moeilijk dat is. Je wil altijd zo sterk blijven, hè? Ja. Terwijl je... Ik heb een beetje beter. Je bent helemaal niet zo'n stoere man van 56... die op de trilplaats staat om 7 uur 's ochtends. Bank drukt 100 kilo. Nee, maar dat zijn toch gewoon dingen die je moet accepteren. Dat zijn toch gewoon ook de... Hoe moet ik het zeggen? Zeker tegenwoordig wordt er veel te snel afscheid genomen van heel veel trainers. Je ziet dit nou, ja, dat is helaas ons lot nu. De schering en inslag. Ja.
Maar daarom hoef je toch niet altijd die harde trainer te zijn naar de buitenwereld? Je kan toch ook een keer Maar is dat hard? Je kwetsbare kant tonen, dat doe je niet. Dat doe je nooit. Is dat hard? Dat is gewoon incasseren en gewoon doorgaan. En aan de ene kant, ja. Hoe vaak hebben wij privé ook een heel kwetsbaar gesprek gehad? Ja, wij wel. Maar... Ik gun... Is er ook mooi dat... Nee. Maar alleen ik gun de buitenwereld... gun ik de Ricardo Moniz die ik ook ken. En die hebben ze nooit gezien. Hoezo niet dan? Ze kunnen toch naar de training komen kijken? Ja, nee. Maar omdat jij jij zocht best wel vaak de confrontatie op. Ook in interviews. Vind je? Ja, vond ik echt. Met mijn collega's heb je dat echt vaak gedaan. Nou, dan zullen ze het gewoon gevraagd hebben. Ja, of jij. Dat weet ik of niet. Of denken ze, dan gaan we die arrogante eikel weer eens even aanpakken. Maar het was wel echt. Het was echt. Het was zoals het is. Niet, snap je? Het was echt. Ja, het was leuk. Ja, ik nu vond ook. Het ook wel leuk. Ja, nu ook. Ja. Ja. Wanneer word je weer trainer? Ik ben nog elke dag trainer. En soms moet je, als je dat vertel ik je net... Het is natuurlijk een verschrikkelijk jaar, dit voor iedereen. En dan niet te dramatisch doen voor mensen die het nog veel erger hebben. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Soms kom je even tot rust. Verzamel je dingen, ook weer wat je mee hebt mogen maken. Waardeer je ook weer extra. En het is voor het eerst eigenlijk sinds jaren dat je gewoon weer op hebt kunnen laden. Dus wanneer ik trainer word, dat weet ik niet. Maar je leest nog iedere dag... Je studeert iedere dag? Leren, ja. Je leert iedere dag? Ja, je weet niks. Elke dag leer je.